De grote finale tussen PSV onder 18 en Ajax onder 18. Op het terrein van de Hertgang, de bosrijke omgeving. Ideale omstandigheden, een zonnige zaterdagmiddag. Twee ploegen die er klaar voor zijn. PSV dat qua statistieken hier duidelijk de favoriet is. Van de vier onderlinge wedstrijden wonnen zij er drie. En één keer werd het gelijk. Daar het schot en de redding van Reversen, terwijl Nick Verschuren in zijn gezicht werd geraakt. Eerste kans van de wedstrijd. Bars. Bars nog steeds. Titans en dan de mogelijkheid van Duiven. Legt de bal klaar voor Comencia, maar die raakt de bal verkeerd. Maar daar de inzet van Unneke. Dat was toch een verrassende kans opeens. Bars nog steeds voor PSV, maar dan Ajax. Kan de ploeg van trainer Frank Pierenboom counteren. Weer tekort aangespeeld. Alders, dan een schotkans en de redding van Reversen. Heel slecht balletje daar van Alders, veel te zacht. En Bars kan overnemen, schieten met links, maar daar is Paul Reversen. Ruimte en aansluiting. Rico Speksnijder. Paasje, Djemoumi en de redding van Peersman. Goeie snelle aanval. Djemoumi, de rechtsback. Ja, goed doorgeven. Rico Speksnijder. En dan Kaloko net niet. Maar nu wel. David Kaloko. Alders. Balletje op Skyfink. Skyfink verlengt. En dan Rico Speksnijder. En dan Brandes. Maar die bal is te hoog. Maar zag er goed uit. En daar Unneke. Met ruimte. Iets te veel ruimte voor een aanvaller. Titans. En dan Van de Heuvel. Van de Heuvel. Van Duiven. Legt de bal klaar voor Priske. En die bal gaat maar net voorlangs. Wat scheelt het? De allergrootste kans van de wedstrijd. De bal ging rond. Van de ene naar de andere aanvaller. En Priske kreeg deze kans op het presenteerblaadje van Jason van Duiven. En daar ruimte voor Jane Bunnell. Jane Bunnell in de 16. Bunnell met links. Bunnell schiet en via een been van Dagasan een corner. Hele verre bal richting Unneke. Maar het is Verschuren die wegwerkt. En Bars die oppikt. Emir Bars, de technicus. Bars nog steeds Bars, maar de actie was heel mooi. Maar het schot mist de kracht. Wie wint de schaal en wie doet er volgend jaar mee aan de Youth League? Dat zijn de grote vragen. En Agogil. Mooie aanname en doorgetikt op Kaloko. Kaloko gaat naar binnen. Een schitterende beweging en het schot en de redding. Prachtige actie en applaus van het publiek. Shahid, Rida Shahid. Boerhout, Boerhout legt terug. Het schot en de redding van Peersman. PSV weg. Randje 16, Kwaaitaal. Titans. Titans gaat door. Mooie actie van Titans. Legt de bal terug op Van de Heuvel. Van de Heuvel schiet. En schitterend in dat schot geworpen van Verschuren en Alders. Emir Bars. Tweede paal. Reversen tast mist. En die bal wordt naastgekopt. Tjonge jongen, wat een spanning. David Fouten. Sky Fink verlengt op Jaden Bunnell. Jaden Bunnell weg. Jaden Bunnell weg. Achtervolgd door Arthur Pietvoort. Kan hij zich doorzetten? Jaden Bunnell. Waar is de aansluiting? Moet het zelf doen. Bunnell probeert er een hoekschop uit te halen. Nee, het is een mooi steekbal op Rida Shahid. Shahid. Combinatie.
Kaloko in de 16 en dan de kans voor Shahid. Shahid en scoort Rida Shahid. Uitgerekend hij scoort. Wat een ontlading. De man die altijd in dienst van het elftal speelt. Uitgerekend hij duikt erop in de spits. Krijgt daar dat steekballetje en scoort. 2 minuten voor tijd. Bars nu bij de eerste paal weggekopt. En dan het schot van Kwaitaal. Kwaitaal schiet de bal in de kruising. Ongelooflijk. Een werelddoelpunt. En de verslagenheid bij Ajax is groot. Gebeurt het dan toch? Jawel. Bal in de 16. Duel Kwaitaal versus Precious Ukwu. En daar klinkt het laatste fluitsignaal. Het laatste fluitsignaal van de wedstrijd. Van de 90 minuten. Twee keer 15 minuten verlengen. En Van Heuvel. Het is... Tieten speelt meer linksbuiten dan linksback. Zijn positie daar is overgenomen door Kuhn. De combinatie en de interceptie. De bal is nog niet weg. Ruimte daar bij Van Heuvel. Die kan schieten. Schieten en Reverson pakt de bal. Maar daar had Van de Heuvel even te veel ruimte om uit te halen. Maar gelukkig stond de man in het geel op de goede plek. De voorzet richting Boerhout. Boerhout, dan paniek in de achterhoede. En Peersman moet de bal wegboksen. Voordat het Boerhout is die als een duveltje uit het doosje de voorsprong op het scorebord gaat koppen. Bars geeft de bal voor bij de tweede paal. Verschuren kopt en dan Reverson met een schitterende redding. Tjonge, jonge, jonge, wat was de voorsprong voor PSV dichtbij bij die kopbal. Maar Reverson met een reflex. Bars. En kan Ajax nu uitbreken met Boerhout. Boerhout kan die bal vasthouden. Dan Banel. Banel gaat door. Jaden Banel. En die gaat neer. Doorgebroken speler. Rode kaart voor Arthur Pietvoort. Jaden Banel na dat listige balletje van Joren Boerhout was op weg naar het doel van PSV. Lange bal. En daar klinkt het allerlaatste fluitsignaal van de wedstrijd. 1-1 is de eindstand en dat betekent dat we penalties gaan nemen. De beslissing valt vanaf 11 meter. Peersman op de lijn. Maakt zich klaar, daar komt het fluitje en de aanloop. Kaloko met de aanloop, Kaloko met het doelpunt. Jawel, Ajax leidt met 1-0. Door Kaloko. Van Duiven met de aanloop. Reverson op de lijn. Van Duiven en legt de bal. Perfect in de hoek. 1-1. Wie heeft de sterkste zenuwen? Die Djemoumi versus Kjell Peersman. Fluitje aanloop. Djemoumi. En 2-1. Prima gedaan. Heel cool benut. De aanloop. De aanloop, het schot en de bal gaat inderdaad door het midden. 2-2. Verschuren kijkt, wacht op het fluitje. De aanloop, Verschuren en feilloos benut. Feilloos benut. En daar een woordenwisseling. Nergens voor nodig, heren. En de gele kaart voor Nick Verschuren. En zelfs de rode kaart voor de aanvoerder van Ajax. Maar gelukkig nadat hij zijn werk gedaan heeft. Maar jammer dat het deze kant op gaat. Simons versus Reverson. Simons en die schiet over. Simons schiet over. En Ajax leidt. Het fluitje. Kijk nog een keer. De aanloop. Shahid en
De redding van Peersman. Comencia en scoort. En brengt PSV op gelijke hoogte. 3-3. Boerhout versus Peersman. De vijfde strafschop. Joran Boerhout. Boerhout schitterend genomen. 5-4. 5-4. Julian Kwaaitaal, de aanloop. Kwaaitaal, de aanloop en scoort. En maakt er 4-4 van. Jaden Banel. Banel en prachtig benut. 5-4. Tigoland. Stuurt Reveson de verkeerde hoek in. En maakt er 5-5 van. Fink versus Peersman. Peersman op de lijn. Fink met aanloop. Fink. En hij scoort. De bal past precies. Sky Fink. Reveson op de lijn. Met een shuffle. Kan hij deze bal tegenhouden? De aanloop. Rovers en 6-6. Het blijft razendspannend. Gorter en de bal wordt gestopt. Gorter scoort niet. Tijdens loopt aan en beslist deze wedstrijd. PSV wint en is de landskampioen. En viert feest en Ajax teleurgesteld, te neergeslagen. Na deze achtbaan van de wedstrijd, de ploeg was zo dichtbij. 2 minuten voor tijd leek de beslissing gevallen te zijn, had Ajax de buit binnen. Maar het moet zich gewonnen geven. Na deze thriller